Welkom allemaal, mijn naam is Evert ten Apel en ik word vandaag weer bijgestaan door Jori Mulder. Deze ploegen kan je wel een beetje met elkaar vergelijken. Ik ben benieuwd wat vandaag het verschil gaat maken. Je hebt gelijk, Evert, en ik denk dat dat toch uit een individuele actie zou moeten komen vandaag. De aftrap, we gaan beginnen. Ga er lekker voor zitten en geniet van 90 minuten topvoetbal. Fantastisch uitverdedigd. Hij heeft zijn team echt een dienst bewezen. Wie komt er met de bal uit? Hij komt nu op een afstand dat hij kan gaan schieten. Laten we eens kijken wat hij gaat doen. Ingewerkt door de verdediger. Heeft zijn mannetje afgeschud. Wat wordt zijn volgende zet? Balbezit. Hij grijpt in met de sliding. Daar gaat dan het balbezit en ze moeten er weer achteraan. Hij is niet in zijn eentje. Ja, nu! De bal is uit het doelgebied en daarmee is het gevaar voorlopig geweken. Het was... Schiet! Hij zit... Daar is hij dan, de kersverse trainer in een vriendschappelijk duel bij zijn nieuwe club. Ja, en reken maar, ondanks dat dit een vriendschappelijk duel is, dat hij deze wedstrijd absoluut niet wil verliezen. We krijgen een doeltrap. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Dat schept mogelijkheden. Komt die verdediger tegen? Er komt een medespeler op in het centrum. Strak genomen. De doelman mag een doeltrap nemen.
Wat doet hij? Voorzet. Staat daar iemand? Het was even erg gevaarlijk daar en de verdedigers hebben vast het gevoel dat ze door het oog van de naald zijn gekropen. Hij speelt hem goed af. Daar gaat hij. Achter en een hoekschop. Geen doeltrap. Nou, afspelen de bal. Er zijn mensen meegekomen. Nee, daar gaat het balbezit. En meteen weer druk zetten. Dit kan heel gevaarlijk worden. Maakt de sliding. Oh! Ja, en nu? Op de dreef en een schot. Hij zit. Wat een moment om gelijk te maken. De balbezit. Ze zijn de bal kwijt aan de tegenstander. Vrije trap toegekend. Die vrije trap wordt meegenomen. Doet hij het? Ja, en nu? Hij is dicht bij de goal. Maakt hij het af? Een slechte paas waardoor de bal weer in bezit komt van de tegenpartij. Juist. Hij staat gewoon aan de verkeerde kant te verdedigen. Het schot. De bal komt op zijn kop terecht. Hij zit erin. Zo, wie zit erin? Wat zouden ze zonder hem moeten? Ik weet het niet even. Hij is de grote man en dat bewijst hij hier maar weer. De bal ligt voor het oprapen, ze zijn hem kwijt. Dat waren benauwde momenten. Hij staat er niet alleen voor. Hij is er door. Hij fluit voor buitenspel. Heinz. Nee, daar wordt een stokje voor gestoken. Schieten. Ja, en nu? Absoluut een kans. Net op tijd onderschept. De eerste helft is gespeeld. 2-1. En eens kijken wat ons de tweede helft gaat brengen straks.
We beginnen aan het tweede deel van de wedstrijd. Veel kijkplezier. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Dus kijken wat hij nu gaat bedenken. Ingooi. Winsterman. Dat had gevaarlijk kunnen worden. Ze mogen ingooien. Over de lijn, ingooi. Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt van het doel. Gaat hij uithalen? Die bal moet daar weg. Voorzet geeft kans. We hielden het hard hier vast in het stadion, maar de bal is weggewerkt. En de situatie op het veld is weer normaal. Mooie paas, zeg. Ze zetten met één druk en hebben de bal weer veroverd. En hij herovert zo de bal voor zijn team. Hij kiest voor een sliding. Achterhoede in de problemen. Dit is het moment. Hij gaat er niet in, slecht afgewerkt, man. Ja, slecht afgemaakt. Maar ja, die bal die was wel geweldig, hoor. Een dubbele wissel bij deze ploeg. De bal gaat over de achterlijn en dus een doeltrap. Hij zoekt naar steun. Ja, hij heeft hem. Nou, hij gaat schieten of probeert hij toch nog dichterbij te komen. En nu door. Die bal gaat achter, dat wordt een corner. Hij heeft een sterk schot in de been. En daar is hij dan. Dit is zijn tweede in deze wedstrijd. Hij weet nu wat hem te doen staat. Nu hebben ze de kans. Oh, jammer. Brengt de bal terug in de ploeg. Bal, vrije schot. En de bal rolt alweer.
Je kunt het proberen van zo'n afstand. Maar dit schot is tamelijk kansloos. Fantastisch. Oh, wat jammer nou. En die is uit. Hoekschop. Het lijkt erop dat de coach in deze tweede helft meer leven in de brouwerij wil. Er moet iets gebeuren als ze terug in de wedstrijd willen komen. Misschien dat een verse speler helpt. Kijk, een dubbele wissel. De hoekschop is slecht genomen en de tegenstander is weg met de bal. Hij laat de bal over de zijlijn lopen zonder druk van een verdediger. Hij gaat voor de sliding. De paas lijkt goed te zijn. Ja, en nu? De doelman is goed bij de les en kan de bal makkelijk pakken. Geen probleem voor de keeper. Die paas is goed. Goede kans om de bal naar het midden te krijgen. Dit is het beste in zo'n situatie. Gewoon over die zijlijn die bal. Geen risico's. Dit was een pittige overtreding en de scheids besluit dan ook geel te geven. Duurde wel even. Ja, maar het is wel een terechte kaart, denk ik. Speel af. Heel links. Einde aanval. Gaat lekker. Fantastisch. Met zijn hoofd notabene. Bal gaat uit en dus een doeltrap. Voortreffelijk. Hij raakte met de kop. Keeper stond er precies goed voor. Goed geanticipeerd en de paas eruit gehaald. Er is iemand mee. Raakte even uit balans door die tackle. Met die ingreep voorkomt hij zeer waarschijnlijk een doelpunt. Petje af hoor. Einde wedstrijd, stand 3-1. Heerlijk voetbal hebben we vandaag gezien. Ze namen voortdurend initiatief en dan wordt het beloond ook. Ja, verdiend gewonnen en met dominant voetbal even. Nou, de wedstrijd zit er weer op en ik wens u nog een hele prettige avond.